Hi tweeling, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 18. En dat is van maandag 2 mei tot en met zondag 8 mei. Ik zal een kaart schudden om te kijken wat week 18 voor de tweeling gaat brengen. Dan lijkt de tweeling alsof deze week voor jou een week is waarin je eigenlijk dingen met heel veel liefde doen, met heel veel warmte doen. Het lijkt gewoon alsof er een soort van geboorte mag zijn van het een of ander. En het is echt het stuk wat zoveel energie geeft en zoveel warmte geeft. Alsof er een soort droom uit mag gaan komen. En dat is natuurlijk niet het stukje waar je niks voor gedaan hebt. Want ik heb echt wel het idee dat er heel veel energie in heeft gezeten. Dat er heel veel aandacht in heeft gezeten. En daar lijkt iets uit te komen voor jou waar je heel erg blij en vrolijk van wordt. Hè? Ik heb dus wel het idee dat het echt een stuk is waar je een bepaalde basis voor hebt gelegd. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld een cursus afgerond hebt. Of dat er iets mag gaan plaatsvinden waarvoor je heel veel geleerd en gestudeerd hebt. En dat hoeft dan niet eens een cursus te zijn, maar het kan wel iets zijn waar je heel veel aandacht aan gegeven hebt. En wat daardoor echt weer ook tot groei en bloei is gekomen. Dat lijkt deze week ervoor te zorgen dat je gewoon ontzettend lekker in je vel zit. En er ook natuurlijk bent voor de mensen om je heen. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.